mijn reukje soms een poosje stilstaat om te ruiken, sta ik met hem aangelijnd te wachten bij de struiken. Ik wacht een plasje af en hol dan op een draf, achter mijn reukje aan, op een teefje af. Zo sta je er als baasje vaak voor spek en bonen naast, en zag ik de gelijkenis van honden met hun baas. Zo ken ik een vent, van beroep is hij agent. Hij heeft een echte speurhond, dus duidelijk vermomd. Maar kijk je wat langer, zie het pistooltje hangen. En als hij snuffelt, ruikt hij altijd onraad, ruikt hij lont. Een weduwe van 80, die heeft het is waarachtig. Een hoogbejaarde poedel, gerimpeld mooi van kleur. Al zijn ze niet meer snel, ze zijn allebei nog fel. En ze keffen als de hel, als je aanbelt voor de deur. En ik ken een bokser, die heeft dus ook een bokser. Hij noemt zijn hond Regilio, ik weet nu ook waarom. Het stel is reuze lief en absoluut niet agressief. Maar als ik ze tegenkom, loop ik gauw een straatje om. Tarzan, Vicky, Archibald of Pluis. Het liefje van de baas, is de baas in huis. De besset in het zo net verschoonde bed. De hazenwind eet ossehaas, een baas een kotelet. Hier vlakbij woont een tiener, ze heeft een dalmatiner. Ze had hem zelf uitgezocht op de vogeltjesmarkt. Ze lopen vaak een blokje, zij in haar moppenrokje. Een mooie combinatie, modieus en heel apart. Zo zit hier in het park ook vaak een zwerver op de bank. En naast hem zit een lobbes van het vuilnisbakkeras. De zwerver drinkt zijn borrel en de hond drinkt uit de plas. Onder de blote hemel slapen zij in het natte gras. Zijn hondje nu nog ons? Ja, wie behandelt zijn hondje nu nog ons?